Yo, Nintendo fans! Hij is mooi, hè? Waarschijnlijk hebben jullie allemaal net gezien dat ik de derde plek heb weten te bemachtigen in de KPN Top Plays van Legend of Gaming. De beste gaming video van 2021! Het is echt niet zo dat mijn eerste video van Bowser's Fury meer dan 300.000 views heeft. Dan komt Peppa Pig op de derde plek in die top 25. Jongens, wat een meme. Jullie zijn helemaal gek, maar ik vind het fantastisch. Dankjewel. Dus ja, het is wel duidelijk. Jullie zijn hier voor één ding. Een nieuwe Peppa Pig video. Nou, oké. Weet je, als dit is wat jullie willen, dan ga ik dit toch gewoon spelen. Dan gaan Rika Vos en Peppa Pig toch gewoon weer lekker op pad. Oh, of niet. Want papa, mama en dinosaur komen eraan. Oh, we gaan naar het windkasteel. We gaan daar lekker farten. Hier, zie je? Hij begint al te farten. Dinosaurus! Ik vind hem zo leuk. Ja, nee, er zijn geen dinosaurussen. Oh, maar dinosaurus mag wel mee. Ja, rustig nou. Oké, wij moeten naar de auto. Dan maken zij zich klaar. Ze trekken alvast pampers aan voor als hun scheetjes een beetje spetteren, denk ik. Oké, daar gaan we, jongens. Wat een zieke auto is dit, jongen. Wat nou, Lewis Hamilton zou jaloers zijn. Ik denk dat hij sowieso nu jaloers is op iedereen, omdat hij niet gewonnen heeft. Oh, kijk, we kunnen ook sneller. Oh, dit is pas echt maxi-tempo. Het windkasteel. Let's go. Ik heb nog nooit zo'n groot kasteel. Ja, Peppa, het is gewoon een toren. Het is geen kasteel. Oké. Laten we gaan. Oh, daar gaan we. Ja, daar gaan we. Lekker knorren. Hallo. Mag ik geld? Ik wil geld. Ik wil door de dingen heen kijken. Waarom kan ik niks doen? Laat me iets doen. Oh, nou, dat was het. We gaan weer naar buiten. Ik ben blij dat je zo graag door de telescoop kijkt. Ik mocht niet eens door de telescoop kijken. Ik had geen monies, G. Dus... Ga ik nu weer naar binnen? Nee? Oké. Dit was ons fantastische uitstapje naar het windkasteel. Wat gaan we dan nu doen? Hallo? Ik kan niet... Wat moet ik doen? Peppa, wat gaan we doen? Oké, laat me terug in de auto dan. Dan moet ik alsnog naar boven. Poging 2. Naar het windkasteel. Ja, kijk! Nu heb ik wel mijn monies meegenomen. Lekker. Nu zijn we rijke tata's, jongen. We kunnen gewoon lekker met de telescoop een beetje in de verte kuikten. Kuikten? Kuikte. Hey, ik raak het in de war van die stemmen in mijn hoofd. Ze zitten het door me heen te praten, jongen. Maar mooi hoor. Ja, mooi. Dit is ons huis en onze fietsen. Tof. Dit is het huis van opa en oma. Oh, ja. Leuk, joh. Opa en oma zijn buiten. Opa en oma zijn lekker penen aan het verbouwen. Nou, succes met de penen. Doei. Oh, ik kan nog niet weg. Ze willen eerst nog wat zeggen. Oké, doei. Volgende. Wie is dit? Dit is Foxy en Droxy, denk ik, of zo. Oh, luchtballon. Mensen, ik heb het eerder gezegd. Dit is mijn grootste angst. Niet slangen, niet spinnen. Een luchtballon. Daar ga je mij echt niet in krijgen, jongen. Ik ga schijten in mijn broek. Ik ga windkasteel dingen doen in de luchtballon. Geloof me, ik wil hier niet in. Nooit van mijn leven. Weg ermee. Kijk, dit is chiller. Gewoon lekker op naar het museumpie. Lekker inderdaad dinosaurusjes kijken. En daar is de sneeuw. Sneeuwberg! Dit doet me denken aan Mario Kart. Mario's Mountain of zo. De sneeuwberg. Wat was het? Oh, nee! Nee, niet terug naar het museum. Ja, dat weet ik. Dat heb je net ook gezegd. Oké, let's go! In de auto. Oké, ouwe lui. Wat gaan we nu doen? Oké, wat gaan we dan thuis doen? Oh, kijk, dan hangt nu een poster van het windkasteel hier. Hallo, Peppa, Papa, Big. Peppa, we nemen jou en je kameraden. Nee! Rot op met je windkasteel! Zo, afsluiten die handel. De poster is weg, we moeten alsnog naar het windkasteel. Oh, hè? Nu gaan we opeens niet naar huis. Wat gebeurt er dan? De game is helemaal in de war, jongen. Hallo kinderen! Zo, dit is wel een baas. We zijn bezig met een paar reparaties aan deze weg. Oké, spannend, spannend. Wat is er met de oude weg gebeurd? Nou, goede vraag, Peppa. Veroorzaakt door de wortels. Oké. Het was gevaarlijk om erover te rijden. Oh, dat klinkt heel spannend. Meneer Neushoorn en ik. Ja, fix de weg, Neushoorn. Let's go. Het was heel druk. Dus wij gaan maar weer verder. Ja, wij gaan verder. Ik weet alleen niet waar naartoe. Ja, goede vraag. Oh, nou. Je kunt vlak naast de weg rijden. Oh, mogen we door het gras? Okay. Mogen we door het gras? Meneer Stier. Yo, later. Oh, kijk, ze hebben even een tijdelijke weg aangelegd voor ons. We kunnen door. Let's go. Nou, blijft toch spannend, hè, in de wereld van Peppa Pig. Dit is wel echt een sick game, jongen. Je hebt hier sicke knopdruk skills voor nodig. Hé, we zijn bij de speelgroep. Oftewel, Peppa's vader en moeder hadden even geen zin meer in ons. En ze dachten van, weet je, we dumpen deze koters gewoon lekker hier zo bij de speelgroep. Laat ze maar lekker even spelen. Nieuwe kameraad. Hier ben ik al lang geweest. Dit heb ik al lang gedaan, joh. Ik heb al lang op de blokfluit geblazen en alles. Snap deze game niet dat ik gewoon meer video's moet maken die voortaan in de log top 25 komen of zo. Dus dat lukt toch niet zo als ik elke keer dezelfde dingen moet doen. Het is ook niet dat je dit al kan skippen als je dit al een keer hebt gedaan of zo. Ik wil gillen, ik wil gillen. Pedro, niet mijn beker jatten, hè. Hé, dat was de mijne, jongen. Je speelt vals. En jij ook, natuurlijk. Oh, ik heb geen eens een naam. Ze noemt iedereen zijn naam. En ik ben gewoon jij. Ik voel me gediscrimineerd. Oké, druk niet op het windkasteelpostertje. Niet op het windkasteelpostertje. Nee, oké, top. Dit is mijn papa. Yo, ik weet dat dit jouw vader is. Dit is aflevering 3. Denk je niet dat ik weet wie je vader is? Hoe bedoel je, nieuw kameraadje? Je bent met mij al 5 keer naar het windkasteel geweest. Je weet toch onderhand wel wie ik ben? Oh. Kijk uit voor de ko-ziekte. Dinosaurus. Oh, nee. Oh, wacht. Zijn dinosaurus is kwijt. Ben je meneer Dinosaurus? Groot probleem. Zorgen, hij is vast niet ver. Is hij misschien buiten? Ja, gaan we zoeken, Georgie? Peppa, hebben je hulp nodig om meneer Dinosaurus te vinden? Oké, laten we gaan zoeken naar meneer Dinosaurus. Jij oppassen met dat mes. Voorzichtig. Oké, waar is dat beest? Oh, is die hier? Is die hier in de bosjes? Hij is in de boom! Kijk! Het is een Klimosaurus. Ja, laten we... Ja, oké. We moeten gewoon keihard schudden aan de boom. Ja, wat nou schudden aan de boom? Helpt niet. Tuurlijk moet dat helpen. Schudden aan de boom helpt. Hou je mond. Laat me schudden. Ik wil schudden. Hij ligt daar toch voor alle takkies. Wel. Het helpt als we gewoon proberen. Volg me maar. Ja, tuurlijk, Peppa. Ik volg jou. Weet je? Zoek het anders lekker zelf uit. Als je het toch allemaal beter weet. Wat doet die vliegen hier? Ja, oké. Kunnen we met de vlieger dinosaur uit de boom halen? Nee, oké. Oké, dag vlieger. Ik dacht dat dat ook een goede optie was, maar nee. Al mijn input wordt niet gewaardeerd vandaag. Peppa wil gewoon doen waar ze zelf zin in heeft. Pas maar op dat ik geen Peppa pizza van je ga maken. Hoe zijn we nu weer? Oké, gaat opa mij helpen of zo? Dit is het huis van mijn oma en opa. Dat weet ik, dat dit het huis van je opa en oma is. Ik heb de vorige keer de kippen lopen zoeken. Kan mijn moeder niet gewoon helpen? Kan zij niet gewoon even de boom inklimmen anders? Oké, wat als ik nou gewoon de auto meeneem en die onder de boom neerzet en dan op het randje van de auto klim? Ja, wat gaan we nu doen? We zijn toch je brada aan het helpen? Jongens, de game is stuk. Dit heb ik allemaal al gedaan. De game is helemaal in de war. Maar gelukkig waren jullie niet in de war. Want jullie hebben deze eerste aflevering keihard naar de 3e plek gestemd in de KPN Top Play Awards van Legends of Gaming. Dankjewel. Ik hoop dat je even abonneert. En dan beloof ik dat ik de volgende keer geen Peppa Pig meer speel. Oké? Mazzel!